Afgelopen 40 jaar is er veel gebeurd in de automobielindustrie. Neem deze volledig analoge auto. Benzinemotor, handchoke, hydraulische vering, carburateur. Fantastische technologie, maar klassiek. Deze Tesla daarentegen heeft elektromotoren, een elektronisch geregelde vering, een touchscreen bedieningspaneel en nog veel meer elektronische snufjes. Een heel mooi voorbeeld van hedendaagse technologie. In de wereld van de aandrijftechniek verandert er ook heel veel. Deze van oorsprong mechanische hardwaremarkt transformeerde de afgelopen jaren al meer richting de automatisering, maar gaat de komende jaren nog veel meer veranderen richting software en digitalisering. Digitalisering vindt niet alleen plaats in de automobielindustrie, maar kijk bijvoorbeeld naar deze sluis. Vroeger zaten er hier in de Oude IJssel meerdere brugwachters bij elke brug. Nu bedient één brugwachter meerdere bruggen in de Oude IJssel. Helemaal online, digitaal, connected. Wat betekent digitalisering voor de machinebouwers, voor de toeleveranciers en voor de eindklanten? Kom dat zien op ons eerste digitale congres, de Nationale Aandrijftechniekdag. Meld je nu aan voor dit digitale event. Helemaal gratis en coronaproof. Binnen 3 uur ben je helemaal bijgepraat op het gebied van digitalisering in de aandrijftechniek. Doen!